Okay. Okay. Yo, hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een splitsplinter nieuwe video. En vandaag ga ik weer een nieuwe video schieten. En dat vind ik hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik een video ga maken. Even de duimpjes omhoog, want het motiveert me om door te gaan met YouTube. En ik kwam niet uit mijn woorden. En ik dacht, kerstmis. Het is kerstmis, dus ik moet gewoon een kerstspel spelen. Dus hier dan, Christmas Girl Makeover. We gaan dus een meisje gaan we omtoveren tot het mooiste iets. Dus laten we gewoon gaan beginnen. Play. Oeh, lekker. Ja, dit is een meisje met, hoe noem je dat? Bloemkolen, hè? Bloemkolen. Nou, laten we gewoon kijken. Wat, we gaan mijn droommeisje maken. Even kijken. Moet ik dat zo doen? Nou, kijk dan. Oh, wat ziet ze er weer mooi uit. Even kijken. Wat doen we nog meer? Zullen we haar aankleden? Want we kunnen ook even showen natuurlijk. Zullen we dat even doen? Show. Oh, mooi zeg. Holy guacamole. Replay. Oh, moet ik het nou overnieuw spelen? Oké. Nou gaan we even serieus zijn. Oké. Dit haar wil ik hebben. We gaan naar de... hoe noem je dat? Naar de kleding of zo, weet ik veel wat we doen. Ik weet mijn god niet wat ik moet doen trouwens. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen, mensen? Het is... Oké, even kijken. Zullen we dit aandoen? Oh, wat is ze mooi. Oh, wat is ze mooi vandaag. Oh, wat is ze mooi vandaag. Zij is zo hartstikke mooi vandaag. Oh, kunnen we ook haar huidskleur... Wat zullen we doen? Zo, hij tript helemaal. Oké, dat vind ik weer te bruin, vind ik eigenlijk. Nou, dat is een beetje mijn kleurtje. Zie je? Een beetje mijn kleurtje. Ik vind het prachtig. We gaan naar de oorbelletjes. We gaan naar de oorbelletjes. Even kijken. Oh, kijk. Oh, dat is grappig, want de oorbellen die hangen niet aan haar oren, maar aan haar haar. Tuurlijk. Tuurlijk, dat kan altijd bij Prittivie. We doen even een mooie uitkiezen. Wat zullen we deze? Deze vind ik mooi. Oh, wat is ze mooi vandaag. Wat is ze mooi vandaag natuurlijk. Oké. Even kijken. Willen we haar een kerstmuts geven? Of, oh. Prachtig jongens. Konijnenoortjes. Dat vind ik prachtig. Dat doen we. Dat is leuk. Even kijken. Gaan we haar een ketting geven? Dat zit ik zo te denken, hè. Zullen we haar gewoon een kettingje geven? Zo, hij tript hem een beetje soms. Maar ja, maakt niet uit, hè. Tuurlijk, dat kan altijd bij Prittivie natuurlijk. Even kijken. Ja, ik vind deze mooi. Oh, wat prachtig. Oh, hoe noemen we haar eigenlijk? We noemen haar Chiquitita. Vind ik wel een mooie naam. Chiquitita. Oké. Even kijken. Haar wimpers. Wat zullen we doen? Ik vind... Godverdomme, niet zo hardcore lijkt net. Kijk, oh, wat is ze mooi. Oh, ik kan het wel 10 keer zeggen natuurlijk. Maar dat ga ik niet doen. Wat? Oh, dit is heel belangrijk. Dit is heel belangrijk. Dat is zeg maar de oogschaduw. En dat moet goed eruit zien. Want meiden vinden dat ook fijn als het goed eruit ziet. Dus wat doen we? We doen deze. Dat is prachtig. Oh, wat mooi is ze weer, zeg. Kan ik de ogen ook fixen? Hoe die eruit moeten zien? Wat zullen we doen? Wat is een keuze wat we kunnen doen? Ik vind... Ja, ik heb bruine ogen. Maar ze hebben gewoon geen bruine ogen hier. Nou, deze is een beetje bruinig. Ja, ik ben... Ben ik kleurenblind of zo? Dit is echt niet bruin. Nou, maakt niet uit. Is helemaal goed. Ik vind het helemaal mooi. Even kijken. Zullen we deze doen? Oh, prachtig. Oh my god. Dit is echt super mooi. Dit wordt echt mijn droomvrouw later. Zeker weten. Wat doen we? Doen we deze? Nee. Doen we deze? Ja, kijk eens. Oh, wat prachtig. Wat prachtig is ze vandaag. Zeker weten. Ik vind haar super mooi. Ik denk dat ik gewoon... Dat het gewoon iets gaat worden, weet je wel. Ik vind haar wel een hele leuke meid. Ik zou haar echt wel een date willen met haar. En gewoon een koekje met haar willen eten natuurlijk. Dat begrijp je natuurlijk wel. Dit is prachtig. Ik vind het super mooi. Ze heet Chiquitita. Ze is 17 jaar oud, want ik ben ook 17. En ja, ik vind haar super mooi.
Echt waar. Ik zou haar zo echt... Ik zou echt met haar op date willen. Echt waar. Dat is super cool. Dus nou, Chiquitita, je bent klaar. Zullen we even showen? Prachtig. Dit is toch iets moois. Wat heeft zij nou voor een huis? Godverdomme. Wat is dat groot, zeg. Moet je kijken wat voor huis ze heeft. Dit is echt super mooi. Zeker. Nou, dit is ze. Ik vind het super prachtig. Chiquitita. Zou ik gewoon de video beëindigen? Dat is een goed idee. Even een shout-out naar Didi Games. Want die hebben deze game gemaakt, zeg maar. Shout-out naar jullie. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Als jullie de video nou vet vonden, doe gewoon vooral dat duimpje omhoog. En ja, laten we gewoon lekker veel duimpjes halen. En de abonnees gaan ook supergoed. Het gaat super lekker, zeker weten. Dus doe even abonneren hieronder. En dan kan jij op de hoogte blijven van Chiquitita natuurlijk. En van mij. Want ja, we gaan trouwen later, weet ik zeker. Plaats een leuke reactie wat jullie van Chiquitita vinden. Ik vind haar super mooi. Wat vinden jullie van haar? Moet ik... nog wat zeggen? Nee, ik denk dat de video klaar is. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. En jullie zijn stuk voor stuk bazen. En ik zie jullie weer volgende week donderdag. Yeah, een fijne kerstdagen trouwens. Dat is leuk. Lekker met je familie eten. Heerlijk gezellig. Doei doei. Doei. Dag. Ja. Heerlijk zeg.